Dus jullie kwamen met drie banden terug die erg op elkaar leken en eentje die klopte niet. Wat is er gebeurd? Ja, we hadden de eerste proef hebben we lekker band gereden. Ja. Die konden we vervangen, was geen probleem. En op de tweede proef kregen we weer lekker band, maar toen waren de banden op. En gelukkig kwam Roland Scholderman. Die kwam bij achter ons aan en hebben we de band mogen lenen van hem. En zijn we dus met een band van Ronald verder de proef uit kunnen komen, gelukkig. Goed zo. En wat betekent dat? Hebben jullie veel op ons uit gehad? Ja, twee keer het band wisselen, dus het is 2:05 denk ik. Dus 1:10 hebben we wel verloren. Maar goed, de achterstand is een half uur vanmorgen op nummer 4. Dus, met een beetje geluk komt het wel goed. Precies. Zie je de kans op de, wat we krijgen hierna nog twee proeven? Nog één proef nog. Nog één ja. Eén proef van 80 kilometer. Ja. Liggen daar kansen? Of ga je behoudend rijden? Ik ga absoluut behoudend rijden. Ja. Het is nog anderhalve dag te gaan naar vandaag. En nummer 1 en 2 is slecht te verslaan denk ik. Dus het is goed de kwestie van behoudend rijden en probeer de derde plek te behouden. Ja. Zit erop? Ja, goed. Dank je.